Goedenavond, dit is het Heuveland Nieuws van donderdag 9 mei. Gisteravond kwam in Meersen de jaarlijkse Meidaan aan. Samen met Jonkheid Bartholomeus kwam de Den de Markt op en dat zag er zo uit. Een dag later, vandaag dus, moet die meterslange boom daadwerkelijk opgezet worden. De taak van de kapitein is om dat voor elkaar te krijgen. In 10 jaar is het denk ik toch wel het beste jaar geweest wat we gehad hebben voor de hele stoet. Waarom? Alles verliep echt soepel, nergens echt problemen gehad. Ja, een klein probleempje in de bocht, maar dat hou je eigenlijk altijd wel een beetje met inschatten en passen en meten. Ja. Dus het is wel echt een soepel jaar geweest. Toch blijft het een spannend moment wanneer de boom op het punt staat de markt op te komen. Het is een machtig gevoel. Ja. Het is heel lastig, soms spectaculair. Ja. Je zit op die boom, in dit geval ook met oud-leden dan. En ja, de markt staat helemaal vol en sta je daar. Eigenlijk ja, niet echt alleen op de boom, maar je staat er wel een beetje alleen voor. Ja. Dat is wel een fantastisch moment. Maar je hebt niet zoiets van als dat maar goed gaat. Nee, totaal niet. Aan het begin van de middag lag de boom nog. En toen moest de den dus nog rechtop gezet worden. We hebben hier stiepelingen. Die gaan overkruis gaan ze onder de boom in. Ja. En stukje bij beetje met de stiepel recht duwen de boom ook recht. Ja. En dan iedere keer als je een beetje omhoog gaat, wordt er natuurlijk wel wat gedronken. Want het hoort er ook bij. Uiteraard. Ja, en de boom staat inmiddels en is onder toeziend oog van de bezoekers van de Bartholomeusmarkt opgezet. Gulpen heeft de Humbertusmarkt, Vaals de Ulemarkt en Meersen heeft dus de Bartholomeusmarkt. Vandaag tijdens Hemelvaartsdag stond het centrum vol met kraampjes. Dit jaar, na een periode van regen en bewolking, kwamen mensen uit alle windstreken naar de markt in Meersen. Waar komen we vandaan? Uit Sprangkapelle. Moet je me even helpen? Efteling. Kaatsheuvel? Brabant. Ja. Helemaal naar Meersen voor de jaarmarkt. Ja, we zijn hier in clubverband met de Open Band, de Club Nederland. Zijn we hier aangekomen en We zitten hier in Meersen. En we denken we gaan eens even over de braderie heen kijken wat hier te zien en te doen is. Is het al een beetje druk hier? Dat heb je net gezien, hè, hoe druk het is. Dus ik hoef over klandizie niet te klagen vandaag. Ja. Een hele hoop LP's, tweedehands zei je net. Hoe kom je daaraan? Gewoon ingekocht. Ik bedoel, hoe kom je eraan? Het heeft ook een hele tijd het allemaal stilgelegen met corona en zo. En dat is allemaal stond het in de opslag. En het is nou even de tijd om het te verkopen. En als je zo om je heen kijkt, een mooie lentedag, drukke markt. Wat voor plaat moeten we hieronder zetten? Ik zou zelf iets van Braziliaanse jazz hier eronder zetten. Iets van Antonio Carlos Jobim of iets dergelijks. Wie lukt de verkoop? Heel erg goed, meneer de Seetje. We houden het niet bij. Is er een rij? Ja. Zugens. Maar dat doen wij altijd heel goed. Hè. We maken een rijkje en een lachen voor een open instituut zo. Ja. Dus. Mag je maar doorwerken als ze reis tijd hè? Ja, dat sowieso. Dat sowieso. Maar zuig, we zien daar nog 2 wafeltjes. Hij zien ze dus we zien er nog 8 in de maak. Je gooit wafels met liefde. Dat sowieso. We doen hij alles met liefde. En de basiliek in stand houden, want het gebouw dan op liefde. Hè. Ja. In het Waalse Einatte is een 65-jarige Nederlander gisteren omgekomen bij een ongeval. Het gebeurde op de Agenastrasse, een paar kilometer over de grens bij Vaals. Bij het ongeval waren 3 auto's betrokken. 2 mensen raakten gewond. De Nederlander overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Na Vlaanderen en Wallonië steekt ook de Belgische landelijke regering miljoenen in de voorbereidingen voor de Einstein-telescoop. Het geld gaat naar onderzoek. Of het project er ook daadwerkelijk gaat komen, wordt in 2026 besloten. Sardinië wil namelijk ook de telescoop binnenhalen. Binnenkort starten in Epe en Veile boringen om te kijken of de bodem geschikt is. Moet IJs de Margraten een nieuw kunstbeleid krijgen? Ja, zegt oppositiepartij Pro, maar nee, zegt het college van burgemeester en wethouders. Pro wil dat nieuwe beleid moderniseren door bijvoorbeeld digitale kunst mee te nemen. Maar het college zegt dat ze al nieuw beleid hebben. Of het plan van Pro wordt aangenomen, wordt duidelijk tijdens de volgende raadsvergadering. En die staat gepland op 28 mei.
En tot slot nog bier. Gulpener Blond met een vleugje vlierbloesem heeft goud gewonnen. Het is in de prijzen gevallen bij de Londense biercompetitie en is benoemd tot het bier van het jaar. Daarnaast heeft het bier nog een andere prijs binnengesleept, het beste kwaliteitsbier van het jaar. Andere biermerken van de brouwerij in Gulpen, zoals Gerardus en de Pilsener, vielen ook in de prijzen. De competitie stuur je zelf de bieren in, dan gaat er een gekwalificeerde jury gaat kijken of het bier heel mooi past in de stijl. En de bier dat het beste past in de stijl, die wint ook de mooiste prijs. We hebben gelukkig met meerdere bieren prijzen gewonnen, maar wij zijn heel blij dat ons nieuwste bier, de Gulpener Blond met een vleugje vlierbloesem hier uit het Heuvelland, dat die meteen een hele mooie grote prijs pakt. Niet alleen Gulpener, maar ook de brouwerij Alpha uit Schinnen viel in de prijzen. En dan het weer voor de komende dagen. Vrijdag wordt een mooie lentedag met vooral later op de dag wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 22. De minimumtemperatuur ligt rond de 7 graden. Zaterdag verandert er niet veel en zijn er zonnige perioden waarbij het ook weer droog blijft bij 23 graden overdag en 9 graden tijdens de nacht. En tot zover het Heuveland nieuws. Meer nieuws via onze website en in onze app. En morgenavond zijn wij er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Ik wens u een fijne avond. Dag.